Iets na 12 stormen 2 jongens met bivakmutsen dit filiaal van Bart Smit binnen. Ze bedreigen de cashière en maken een flink geldbedrag buit. Het winkelpersoneel belt meteen de politie. Nou, enorm geschrokken. Paniektelefoontje die er richting meldkamer is gegaan via de 112, wat overigens heel goed is. Hè. Direct 112 wordt gebeld, maar hevig overstuur. De slager aan de overkant ziet de overvallers de winkel uitrennen en bedenkt zich geen moment. Hij zet de achtervolging in. De slager wil zelf niet voor camera reageren, maar vertelde mij wel dat hij ze hier vervolgens in de straten achterna is gegaan. De slager, die zo zeggen ooggetuigen zelf een mes uit zijn zaak in zijn handen had, krijgt hulp van een agent in Burger. Iets verderop, bij het vechtplantsoen, verstopt een van de daders zich in de bosjes. Hij wordt opgepakt. De ander weet te ontkomen. Er is nog naast zich naar gezocht, ook met helikopters ingezet, speurhonden zijn ingezet. Ze hebben daar goed in de omgeving gekeken. Overigens hebben we wel het geld teruggevonden. Of dat alles is, weten we op dit moment nog niet. En kleding. Maar het is natuurlijk wel erg prettig dat we weer het geld hebben teruggevonden. Het verhaal gaat dat de tweede verdachte de vecht in is gedoken. Maar dat kan de politie niet bevestigen. Na een kleine 2 uur wordt de zoektocht in elk geval gestaakt.